Ik moet toegeven dat ik eigenlijk eens heel graag met deze drukke dagen door de winkelstraten zou rondlopen met de microfoon in de hand. En dat ik aan de mensen zou willen vragen van, weet jij wie er op 25 december geboren is? Ik ben er zeker van dat mensen in eerste instantie zouden schrikken van die vraag. Ja, is al voor minder. Maar eigenlijk ben ik heel benieuwd om te weten van wie onder hen zou er antwoorden wel op die dag gedenken we de geboortedag van Jezus. Zijn mensen daarmee bezig wanneer ze door die winkelstraten lopen? Want we zeggen, dat is de kern. Kerstmis, Gods Zoon wordt geboren. Jezus komt in ons midden. Dat is een speciale dag. Wij zeggen dat Kerstmis een speciale dag is, omdat God in Jezus is mens geworden. Ja, als je dat hoort, kan je zeggen, dat klinkt nogal moeilijk, dat is abstract. Wat is de bedoeling ervan? Maar eigenlijk is dit het tegendeel van abstract. Je zou kunnen zeggen dat er met Kerstmis een onverbrekelijk huwelijk is gesloten tussen God en de mens. God wordt in Jezus één van ons. Hij wordt als het ware ons vlees en bloed. Dichter kan God toch niet komen? Concreter kan God toch niet zijn? Menswording is een begrip dat ik erg mooi vind. En waarom eigenlijk? Omdat door Gods menswording in Jezus dat begrip plots een veel grotere diepte gekregen heeft. Om het eenvoudig te zeggen, is het, ik moet niet meer op mijn eentje allemaal zitten uitzoeken wat menswording inhoudt. Met Kerstmis, kan je zeggen, is er een deur opengegaan. En wanneer ik die deur open doe, dan zie ik Jezus staan. Als beeld van mijn, van onze menswording. En dit maakt een groot verschil uit. Want het gevaar is niet denkbeeldig dat ik anders, wanneer ik menswording als mijn eigen projectje zou zien, wel, dat ik mezelf als norm neem. Dat ik als het ware letterlijk en figuurlijk kortzichtig ben. Dat ik me als het ware in een spiegel bevind en dat ik de volledige spiegel vul. En dan verlies ik de noodzaak uit het oog dat ik een ander nodig heb om me te bevrijden of mezelf genoeg te zijn. Wanneer je rondom je kijkt en het aanbod ziet van wat er allemaal is, van cursussen en vormingen om meer mens te worden tegenwoordig, ja, dat is bijna om achterover te vallen. Het is ook heel vreemd in wat mensen allemaal geloven dat hen kan helpen om meer mens te worden. Je moet een bepaalde kleur dragen en dan voel je je beter, ben je meer jezelf. Of de energie van een of andere steen die je met je draagt, die maakt dat je meer mens wordt. Of de cijfers van je geboortedatum gecombineerd met je naam, daar wordt iets uit afgelezen wat je kern verklaart. Mensen zijn toch wel echt op zoek naar als het ware geheime inzichten over zichzelf om mens te worden. En soms is dat heel vreemd, vind ik. Als men aan mij zou vragen, wat is jouw geheime inzicht dan over je leven? Wel, dit bestaat voor mij precies in het feit dat God mens geworden is in Jezus. Je zal zeggen, ja, wat bedoel je daarmee? Ik weet het, het is niet sensationeel, maar tegelijk is het wel wezenlijk. Dat ik mens ben, dat besef ik in al mijn kleinheid en beperktheid. Dan kan je zeggen, waarom moet je dan nog mens worden? Dat is precies het mysterie, het geheim van Kerstmis. Het besef dat God in die menselijkheid wil geboren worden. Ook dat mijn menselijkheid opgetild wordt, openbreekt, wanneer God daarin zijn thuis mag vinden. Je zou kunnen zeggen, iemand die in Kerstmis gelooft, dat is iemand die een stap achteruit zet voor een spiegel. En wat gebeurt er dan? Dan komt er meteen ook achtergrond in beeld. En wanneer God die achtergrond mag zijn, steeds meer, dan gebeurt Kerstmis. Want wij zeggen Kerstmis, dat is een historisch feit en dat klopt. Maar een historisch feit op een andere manier dan andere feiten van die dan en dan gebeurd zijn. Kerstmis is iets dat nog altijd gebeurt wanneer een mens ja zegt. God is nog altijd op zoek naar mensen die ja zeggen van mag ik in jou geboren worden? Een mens die daarop ja zegt, in die mens gebeurt Kerstmis. Hoe belangrijk het ook is wat we tot nu toe zeiden, toch is dit maar één luik van het tweeluik dat Kerstmis is.
dat God in ons mens wordt. Ja, dit is niet alleen in ons, want dat zou maar eng zijn om dat zo te denken of een verkeerd begrepen onder ons, tussen God en ons. Nee, als God in ons woont, dan woont Hij ook in onze naasten. En dan kunnen we zeggen dat hun nabijheid Gods nabijheid is, maar ook dat hun appel om bemind te worden, om er te mogen zijn, dat dit Gods appel is. Vanaf Kerstmis is het absurd geworden om God te zoeken, God te beminnen zonder de mens. Met Kerstmis is de mens een soort heiligdom geworden. Je zou kunnen zeggen, mensen zijn heilige plaatsen. Kerstmis, de menswording van God in Jezus, dat is een feest om één dag per jaar te vieren. De menswording van God in de mens is een feest om elke dag te vieren.